Het paleis stond in de tijd van Lodewijk XIV bekend om zijn weelderige feesten en strenge protocol. Men schat dat er aan het einde van de regeerperiode van Lodewijk XIV zo'n 10.000 mensen in Versailles verbleven. Hieronder vielen bedienden en hovelingen. Hovelingen zijn onderdanen van de koning, die tot zijn dagelijks gezelschap behoren. Een hoveling dankt zijn status en identiteit aan het feit dat hij aan het hof is toegelaten en in de buurt van de koning mag verblijven. Het is niet zo dat hovelingen aan het hof werkten, maar alles was publiekelijk, waardoor je als hoveling altijd goed op moest letten en je aan alle regels houden. Hoveling zijn was dus een permanente arbeid. Ten aanzien van de hoveling waren er idealen. Deze zijn door Baldassare Castiglione op schrift gezet in Il Cortigiano, de hoveling. Hierin beschrijft Castiglione de ideale ontwikkeling van de edelman en de edelvrouw en de eisen waaraan zij moeten voldoen om in alle opzichten als volmaakt te kunnen gelden. De vorst geeft het voorbeeld, dus ook de hovelingen moeten aan dit ideaal voldoen. Oorspronkelijk had de vorst een militaire taak. Hij moest dus ook een goed ridder, soldaat zijn. Met de invloed van het humanisme kwamen daar nieuwe idealen bij. Lichaam en geest moesten een geheel zijn, in harmonie. Het ideaalbeeld van de mens was dan ook een universeel zijn. L'homme universel, de universele mens. Wilde je als hoveling een universeel mens worden, dan was je opvoeding van groot belang. Dit was een klassieke opvoeding. Daarbij leerde je de Ars Liberal Grammatica, de taalkunde en de literatuur, de Rhetorica, de argumentatieleer, Dialectica, de redeneerkunst, de logica, de filosofie en de aritmetica, de rekenkunde. De ideale hoveling moest kunnen schermen, zwemmen, dansen. Hij moest kennis hebben van literatuur, geschiedenis, muziek en theater. En hij moest goede feesten kunnen organiseren. Goede manieren waren ook erg belangrijk voor de hoveling. Zo moest hij de kunst van de conversatie beheersen. En hij moest goede manieren hebben. Maar dit alles moest wel weer met mate, zodat het niet te overdreven overkwam. Deze vaardigheden van de hoveling waren erop gericht om belangrijk te worden, carrière te maken aan het hof. Het Franse hof was georganiseerd via een vast hofprotocol. Hierin stonden strenge regels over wie wat moest doen. Het hofleven verliep volgens de dagorde van de koning. Hierbij hoorden allerlei vaste rituelen waarin de vorst altijd het belangrijkste was. Zo werd Lodewijk iedere dag gewekt door de eerste kamerknecht met de woorden: "Sire, voilà l'heure." Hierbij waren al 400 edellieden aanwezig. Iedereen had zijn eigen rol, al was het maar toekijken. Soms werd er een hoveling uitgekozen om een kledingstuk aan te reiken. Dit was een hele eer. De koning werd aangekleed in het bijzijn van honderden hovelingen. Vervolgens ging de koning een mis bijwonen in de kapel. Veel hovelingen waren er ook dan bij aanwezig. Vooral om de koning te zien en als er de kans was om hem een gunst te vragen. De hovelingen waren ook verdeeld in verschillende rangen. Je kon dit zien aan de zitplaatsen. Hoe hoger de plek, hoe beter de stoel. Ook kregen hovelingen privileges. Zo werd er bijvoorbeeld gegokt en geloot. Dat gebeurde alleen in het kasteel zelf. Tevens waren er grote feesten en dansavonden. Hierbij werd genoten van toneelstukken of voorstellingen, gedanst of biljart gespeeld. Tijdens een feest werd alles groots aangepakt. Er werden decors en kostuums gemaakt.
kunstenaars werd gevraagd om de gebeurtenissen vast te leggen. Dit kon bijvoorbeeld in een geschrift of schilderij. Zo waren de feesten niet alleen ter vermaak van de hovelingen, maar ook om andere hovelingen te laten zien hoe geweldig en groots Versailles en Lodewijk XIV was.